We staan hier in de prachtige tuin van Anne in Eersel. Anne is werkzaam bij Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling Eersel. En zij gaat zo vertellen wat haar werkzaamheden zijn, hoe zij de mensen opvangt die hier naartoe komen. Als vrijwilligster van de werkgroep Vluchtelingen in Nederland doe ik de maatschappelijke begeleiding van mensen die hier komen in Eersel. En wat dat inhoudt is eigenlijk mensen vanaf, als je in een vreemd land komt en je weet niks, je kent de taal niet, je kent de regels niet, om hen te wijsmaken hoe het leven hier is. En ook helpen in te burgeren in de Nederlandse maatschappij. Anne begeleidt veel mensen uit diverse landen, zo ook een gezin uit Syrië, Amar en Hani. Onze vraag is, hoe hebben jullie deze periode van corona doorgemaakt? Dat was niet een hele makkelijke periode. We moesten heel veel zoeken voor informatie. Nederlandse tv, nieuws, social media, persconferenties. En door onze werkgevers eigenlijk. Die krijgen heel veel, met name mijn werk en zijn werk. Bij mijn werk kan hij eigenlijk geen sociaal afstand nemen. Ik werk heel dicht bij de mensen. En hij werkt met een team, dus dat was niet een hele makkelijke periode. Want jullie werken als? Ik ben zelf tandarts. En ik ben tandtechnicus. Ja, dan is het heel moeilijk om afstand te houden met de patiënten. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Nee. Dus jullie hebben thuis gezeten? Nee, we hebben wel gewoon met extra beschermregels gewerkt. Ja, dubbel mondkapjes of iets beschermen voor veel alcohol gebruiken. En we kregen een eczeem op onze handen en deze dingen. Ik heb begrepen dat jullie ook een kind hebben. Ja. Hoe oud? Hij is bijna 4. Dus hij gaat bijna naar school? Vanaf januari mag hij naar school. En hij staat te popelen? Wat betekent dat eigenlijk? Hij wil heel graag naar school. Denk ik wel. Hij houdt van kinderen en hij houdt van mensen. Dus ja. En hij is de taal ook al een beetje machtig? Hij praat alleen maar Nederlands. Oké. Okay. ja, want we vinden deze is beter voor zijn toekomst. Ja. Maar hij gaat sowieso de Arabische taal, de Syrische taal leren. Maar het is belangrijk voor zijn toekomst, ja, de Nederlandse taal. Hij is hier geboren. Ja. Dus, hoe zien jullie de toekomst hier in Nederland? Mooi. We werken heel hard. En eigenlijk in Nederland, als je heel hard werkt, je krijgt een mooie toekomst. En wat is nou het verschil met Syrië? Het weer. We hebben beter weer eigenlijk. Warmer weer. Het weer bij ons is hetzelfde als Italië, Griekenland, Turkije. Dus het weer missen wij heel veel. En familie. We zijn alleen hier. Ja. En eten. 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 Ja, eten hier in Nederland wordt het moeilijker om ons speciaal eten om te vinden. Ja, bijvoorbeeld, we gaan naar de winkel en we vinden het moeilijk, een klein beetje moeilijker om een soort van de groente om te vinden. De speciale Syrische groente. Ja. Want we hebben daar geen zuurkool en boerenkool en stampotten. Meestal hier, je vindt bijna dezelfde groente altijd. Je hebt niet echt gewoon wisseling. Bij ons dan heb je gewoon in de zomer heb je die andere soorten van groenten. In de winter heb je andere soorten. Je hebt gewoon heel veel wisseling. Hier vinden wij die wisseling niet altijd. Jullie ouders wonen nog in Syrië, blijven daar. Hoe maken ze het? Moeilijk. Met name nu met de corona. Die hadden we een paar weken van lockdown. En die moeten wel eigenlijk harder werken door de economie daar. Die moeten meer zoeken voor medicijnen. Onze ouders moeten allebei medicijnen gebruiken. En die moeten wel harder werken door de economische situatie in Syrië. Anne, welke middelen worden ingezet om de mensen beter en sneller te laten integreren in onze maatschappij? En dat vergeleken met een aantal jaren geleden? Nou, ik denk dat de taal echt een heel belangrijke iets is. Als mensen de taal kunnen, kunnen ze ook veel beter communiceren met de buren, in de winkel, bij de huisarts, waardoor de integratie veel makkelijker gaat. Het werkt ook aan twee kanten, merk ik altijd. Bij mensen die Nederlands praten, worden veel makkelijker bejegend, ook weer door Nederlanders. En anders creëer je eigenlijk een afstand die je helemaal niet wil, maar die wel gebeurt door de taalbarrière.
We hebben het net gehad over de taal, dat dat heel belangrijk is. Maar zijn er daarnaast ook nog andere zaken waar jij de mensen in begeleidt? Jazeker, er zijn 1001 zaken waar ik in begeleid. Maar dat zijn ook veelal zaken die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Te beginnen bijvoorbeeld alleen maar een OV-chipkaart product opladen of gaan pinnen. En school zoeken, oudergesprek op school met de kinderen, een huisarts bezoeken en formulieren invullen. En daar komen natuurlijk van instanties heel veel brieven die vaak niet begrepen zijn en die wij dan met hun lezen en reacties opgeven die er nodig is. En soms komen ook dingen, heel onverwachte dingen, zoals we hebben natuurlijk ook soms te maken met die toeslagen die niet kloppen. En dat zijn dus ellenlange gesprekken, telefoontjes, brieven, tot het eindelijk weer klopt. Of we komen eigenlijk de gekste dingen tegen, maar uiteindelijk proberen we alles op te lossen. Tot zover de duidelijke uitleg van Anne. En we hopen dat we hiermee een klein beetje duidelijkheid hebben gegeven over de moeilijke weg die migranten, zodra ze in Nederland komen, nog te gaan hebben. Want er zijn nog 1001 activiteiten waar ze doorheen moeten.